Riders ready. Watch the gate. Steeds in de keuken bij het TV BMX sportteam, het pro-team in dit geval. Waar we kijken naar de trainingen van Laura Smulders. Dave van den Burg traint met jullie mee, zag ik. En dat is een rijder van het Value BMX team. Maar naast mij zit Martijn Jaspers. Martijn, mooi om te zien hoe jullie hier trainen. Dat ziet er best indrukwekkend uit eigenlijk. Ja, dat is mooi. Dat is de bedoeling. Het blijkt wel dat je het fietsen alleen niet redt in de BMX. Waarom is dit zo belangrijk wat jullie hier doen? Kijk, je moet natuurlijk, dit BMX heeft zoveel verschillende facetten en het gaat allemaal om die eerste meters. Ja, dan kun je niet alleen op de fiets trainen. Dus dat heeft met sprinttraining, met krachttraining zoals we hier doen, dat heeft allemaal mee te maken. Plus je moet de rondjes vol kunnen houden, dus de duurtraining heb je nodig. Dus het is zo'n bijzondere sport eigenlijk, waar zoveel verschillende facetten voorbij komen. Ja, dus je moet echt alles trainen en dat is dus per persoon dus daar verschillend. Ja, het is iets heel anders dan een statische wielrenner zeg maar, die in een vaste houding op zijn fiets zit. Ja, die moet gewoon 200 kilometer volhouden en dan nog één sprintje eruit uitpoeven en dan is het klaar. Maar ja, wij moeten als je het vergelijkt met schaatsen, is het een 500 meter schaatsen. Alleen dat moeten we 6 keer doen of 7 keer en dan elke 20 minuten. Kijk, een schaatser doet dat één keer en die moet de volgende dag nog een keer. Ja. Dus dat is wel heel erg verschillend. Oké. Nou, ik zie dat het in ieder geval jullie geen windeieren legt. 2015 is jullie gestart met TV Sport Pro Team. Nieuwe insteek. Jij maakt deel uit van de nationale selectie, net als Laura. Jij hebt dus ook besloten om die overstap te wagen naar het TV Sport Team. Waarom? Ik heb eigenlijk altijd alles zelf gedaan. Ik was eerder alleen eigenlijk, mijn eigen trainer, mijn eigen coach, mijn eigen manager. Ik moest alles zelf doen. Ja, toen haalde ik in 2013 WK-finale, waar ik mijn vierde werd in Nieuw-Zeeland. En daardoor kreeg ik de kans om via een A-status bij de selectie te komen. En ja, dat is op een hele andere manier, met een hele andere insteek. En op zich beviel dat prima, maar ja, ik denk dat in de laatste 10-15% wil je toch je eigen keuzes kunnen maken, mits de voorwaarden goed zijn. Dus toen TVE langskwam met dit project en weer ons eigen programma konden bepalen en dus die laatste 10-15% weer zelf kunnen invullen. Ja, de basis is nog steeds hetzelfde. We doen ook niet heel veel andere dingen als die we toen deden, maar je kunt gewoon nu op individuele keuzes het laatste stukje aanpassen. En dat is wel hetgene wat voor onze doorslag gaf, omdat de voorwaarden goed waren om deze keuze te maken. Ja. En in die laatste aanpassing, is dat dan ook het enige verschil zeg maar, met de nationale selectie? Zij trainen bijvoorbeeld volgens mij dagelijks op het circuit in Papendal. Is dat iets wat jullie ook doen? Of? We kunnen altijd bij de selectie aansluiten of bij de talentenselectie als die op Papendal trainen. We kunnen via onze Belgen bijvoorbeeld op zolder, kampen kunnen we terecht. Dus er zijn nu wel meerdere supercrossbanen. Nu zijn we in Wijchen, waar wij wonen eigenlijk. Zijn ze een compleet nieuwe baan aan het aanleggen met een 5 meter heuvel. Nee, dat is dan geen 8 meter heuvel, maar wel met 2 pro-secties. Dus eigenlijk, zeker als je kijkt in Nederland, alles is zo relatief dichtbij. Kun je overal heel makkelijk. Dus ook dat betreft geen verschil met de selectie? Nee, we kunnen, zoals je kijkt, we hebben afgelopen winter 6 weken in Las Vegas gezeten. We zijn nu 2 keer een week in Manchester geweest om supercross voorbereiding te doen. Dus ja, daar zit niet het verschil in. Nee. Oké. En jullie zijn nu inmiddels een jaar verder. Hè? Het is nu maart 2016. Als je dan terugkijkt op het afgelopen jaar, is het uitgepakt zoals jullie van tevoren bedacht hadden? Het is natuurlijk heel moeilijk om te zeggen van wat kun je precies verwachten. Je weet niet wat er op je afkomt. Als je kijkt aan de hoeveelheden uren die we erin gestoken hebben om het te laten slagen, dat is wel meer geweest dan dat ik van tevoren verwacht had. Maar dat is ook de moeite waard geweest. Als je kijkt waar we nu staan, ben ik super tevreden. Kijk, het is een opstartjaar, ook voor mij als trainer, als tweede of andere rol zeg maar, binnen het team. Heb je te maken met allerlei nieuwe mensen die je moet leren kennen, wat je moet opstarten. Ja, daarin merk je dat je daar nu een jaar verder bent en dat zo enorm veel scheelt. Nou ja, vorig jaar Laura raakte natuurlijk vrij snel geblesseerd. Ja. En dan nog, als je kijkt wat we afgelopen jaar allemaal gepresteerd hebben, dan denk ik dat we niks anders dan tevreden mogen zijn.
En zijn er bepaalde zaken die je als leerling eruit hebt kunnen halen, zeg maar? Ja, tuurlijk. Zeker. Elk jaar leer je weer. Ik ben 29. Ik heb dit jaar mijn 25 jaar jubileum in BMX. En elke week leer ik meer. Ja. En daarin, als je dan de goede mensen om je heen verzamelt als team, dan kom je daar gewoon heel ver in. Verslaggevers die zeggen dan altijd dat ze het over mensen hebben die zo lang in de BMX zitten, dat je een oude rot bent in het vak. Ja. Oud van lichaam, maar jong van geest noemen we het allemaal. Ja. Maar zit er in het laatste jaar, zit er nog wat in, denk je, qua sportieve prestaties? Dat hoop ik wel. Want ik anders, als ik dat niet meer voor ogen had gehad, dan had ik niet meer gefietst. Dan had ik me volledig op het trainen en coachen gericht. Maar ja, ik wil nog één keer alles eruit halen. Ik ben 29. Fysiek merk ik dat ik afgelopen winter echt nog een enorme stap gemaakt heb. Ondanks dat ik 29 ben. Dus daar ben ik echt enorm blij mee. Ik merk van de dingen die wij met onze bewegingswetenschapper Kevin van der Linden binnen het team met Eli, onze coach. Mijn eigen ervaringen en dingen die ik in al die jaren geleerd heb. Kunnen we steeds verder en specifieker toepassen. We doen enorm veel metingen op de wattbike. Met de Energy Lab in Eindhoven kunnen wij allerlei testen en sprongtesten et cetera doen. Dus we kunnen het steeds verder specificeren naar elk persoon. En dat heeft voor mij dit jaar, hebben we een aantal keuzes gemaakt op basis van de testen. Ja, die zijn voor mij echt enorm goed. En bij de rest ook. Want als ik kijk dat de meesten toch nog 10-20% op sommige vlakken kunnen winnen. Ja, dat zijn echt hele grote stappen. Ja. En dat is ook precies wat je wil voor 2016. Kijk, in 2016 zal mijn laatste jaar normaal gesproken worden op topniveau dat ik mee zal doen. Tenzij het natuurlijk dit jaar zo goed gaat en je denkt dan kun je er nog wel een jaar achteraan plakken. Maar zoals ik er nu tegenaan kijk, dan zijn nu de komende 3 wereldbekers heel belangrijk en het WK. En dan hopelijk kan ik me nog plaatsen voor Rio. Maar ja, we zijn met 7 mannen voor 3 plekken. Dus het zit heel dicht bij elkaar. Dus dat gaat echt de komende wedstrijden gaan dat uitwijzen. Oké. Goed, ik hoop dat je gaat lukken. Dat je als het je laatste seizoen is, in ieder geval een paar mooie resultaten kunt zien. Dat is ook mijn grootste doel dit jaar, om het op een mooie manier af te sluiten. Maar stel dat het je laatste jaar is. Hoe ziet de toekomst van Martijn Jaspers er dan uit? Ik heb eigenlijk alle jaren, omdat ik dus altijd mijn eigen programma's schreef, heb ik daar natuurlijk heel veel kennis mee opgedaan. En heb ik ook altijd een aantal andere jongens daarmee mee geholpen. En op het moment schrijf ik voor 10 elite rijders programma's, fulltime programma's. Dus dat is wel de bedoeling dat ik dat de komende jaren verder ga uitbreiden. Dus ik wil zeker nog blijven fietsen, want ik vind fietsen gewoon veel te leuk. Dus zal ik wel blijven doen en dan kan ik ook nog wel af en toe een wedstrijdje kiezen van kleinere wedstrijden. Dan zullen het waarschijnlijk niet meer de wereldbekers zijn. Maar dan kan ik wel mijn eigen keuzes maken, maar dan probeer ik wel met training, coaching verder een grotere stappen te maken. En dan kijken wat ik daaruit kan halen. Want dat geeft me ook enorm veel voldoening. En ik stop er heel veel energie in, dus naast het fietsen. Ja. In vergelijking met wat heel veel andere professionele rijders doen. Maar ik krijg er ook enorm veel energie voor terug. Als ik zie hoe een Dave, een Laura, nou, Joris, Elke, iedereen eigenlijk in mijn groep. En zelfs ook degene die nog niet zo lang trainen. Als ik kijk naar een Wouter bij ons in het team. Die komt eigenlijk uit weinig training. En als je kijkt wat voor stappen. Die kon vorig jaar bijvoorbeeld afgelopen weekend in Manchester. En dan niet door de manages komen. En dan nu rijdt in finale op een jaar tijd. Dus dat zijn enorme stappen. En zo maakt iedereen stappen. En ja, daar ben ik heel blij mee. Daar haal je ook voldoening uit. Daar haal ik enorme voldoening uit. Ja, dan kijk ik meteen maar eventjes misschien heel ver vooruit. Althans, voor jou is dat misschien heel ver. Maar de huidige bondscoach van de nationale selectie, ja, die zit er al heel wat jaren natuurlijk. En die doet het volgens mij nog steeds fantastisch. Dat heeft hij het afgelopen jaar wel laten zien. Maar goed, zijn carrière zal ook op een gegeven moment daar aflopen. Is dat misschien een hoek waar we Martijn Jaspers ooit kunnen zien? Het zou kunnen. Ik richt me nu gewoon volledig op Rio. Eerst op mijn eigen presteren tot en met het WK. Dan is afhankelijk van wie er naar Rio gaat. Nou ja, blijkt dat ik dat niet ben. Dan de kans is heel groot dat een Laura en Elke en misschien andere jongens wel gaan. Dan ben ik daar volledig mee bezig om die voor te bereiden om in Rio zo goed mogelijk aan de start te staan. En daarna zien we wel weer, dat zit zeker in de lijn der verwachtingen. Maar in ieder geval, daar zijn wel
mogelijkheden dat ik dat ooit zou... Het zijn wel ambities die ik zou willen in de toekomst. Ja, of het dan binnen het team is, of... Maar dat zijn wel jouw ambities liggen in ieder geval op het sportieve vlak en waarschijnlijk op het trainingsvlak. Trainingscoaching. Ja, ja, dat is wel de toekomst. Nou, zover is het nog niet. Voorlopig gaan we nog een hele mooie wedstrijden van je zien met hopelijk hele mooie resultaten. Dat hoop ik ook. Ik wens je heel veel succes toe in de aanloop naar hopelijk voor jou ook Rio. Gaan we hopen. Dankjewel. Hoi.